Hallo, leuk dat je kijkt naar TTM TV, naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag in Rotterdam op de World Hydrogen Summit. Een wereldbeurs waar je alles te horen kan krijgen over de mogelijkheden van waterstof. En dat is heel veel. Maar één ding ga ik eruit lichten, want ik ga rijden met een Renault Master op waterstof. Vorig jaar heb ik gereden met de Renault Master ZE. Nou, dit is weer een stap verder. Dit is de Renault Master H2 Tech met waterstof. Nou, die komt niet helemaal van Renault, hij is wel van Renault, maar van het bedrijf Hyvia is die. En dat is een samenwerking, een joint venture van Renault en de firma Plug Power. En samen gaan die deze H2 Master op de markt brengen, ook in Nederland. Ik kan er nu een stuk mee rijden samen met Francis en Isabel, die mij begeleiden op deze rit en alles weten over deze auto. De basis van deze Master op waterstof is eigenlijk hetzelfde als de Master ZE. Er is een 57 kW sterke elektromotor en er is een accupakket van 33 kWh. Maar daarbij komt een brandstofcel van 30 kW. Met die brandstofcel natuurlijk wordt waterstof omgezet in elektriciteit en daarmee rijden we. Niet alleen een brandstofcel, we hebben ook natuurlijk waterstoftanks nodig. En die zitten bij deze auto op het dak. 4 stuks, in totaal 6,4 kilogram. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een aparte plek, het dak. Maar ik kan er eigenlijk op dit moment niet aan merken dat het rijgedrag van de auto heeft heel erg beïnvloed. We hebben al een paar bochten genomen. Die waterstoftanks op het dak, ja, die wegen 450 kilogram ongeveer. Dus je vraagt je af, als je nu door de bocht gaat, wat merk je daarvan? Nou, niet veel eigenlijk. Hyvia heeft het Electronic Stability Control systeem aangepast, zodat je in de bochten en ook gewoon tijdens het rijden met deze Master H2 niet merkt van dat gewicht wat op het dak ligt. Het zorgt er wel voor dat deze auto in totaal 4 ton weegt. Dus het is een N2 auto. Voordeel van deze H2 Master is dat je gewoon kan tanken waterstof. Je hoeft niet uren aan een laadpaal. Je kan tanken en dat gaan we nu doen. Oké, we gaan tanken. We hebben een pas, die wordt nu geactiveerd. Nou, dat gaat net zoals gewoon bij de benzine of de diesel. Oh, pincode, niet kijken. En nu kunnen we tanken. Dat doen we met 700 bar. Hij is een beetje bevroren, zie je, vanwege de druk. En dan zetten we hem op het voertuig. We klikken hem aan. Zo. Dit zit goed. En nu, all I have to do is de startknop gaan we hier indrukken. En daar gaat hij. Ja, ik kan voelen dat we tanken, maar het display doet het niet. Dus we kunnen niet zien hoeveel we tanken. Nou ja, er kan dus ruim 6 kilogram aan waterstof in deze auto. Ik denk niet dat we dat nodig hebben. Ik denk dat er nu ongeveer een kilo in gaat. Ah, ik denk dat we klaar zijn. En nou, met een kilo kost ongeveer 15 euro per kilogram waterstof. Dus voor ongeveer 100 euro kan je met deze auto 400 kilometer rijden. We zijn klaar. Dus ik hoop dat hij eraf komt. Ja. En weer terug. Nou, dat is het super eenvoudig, hè? Even doen we die erop. Ja. Dop er weer op. En klaar voor een nieuwe rit. Nou, tanken, dat ging dus kinderlijk eenvoudig. In 4 minuten zitten die 4 tanks helemaal vol. Ik had ze niet eens leeg, dus ik was met een minuutje al klaar. En dat is het grote voordeel van deze H2 Master. Je kan gewoon 400 kilometer rijden na slechts een paar minuten tanken. En dat is ook het voordeel als je deze auto wil gaan gebruiken. Rij je 500, 600 kilometer per dag, dan kan je gewoon met deze auto prima gaan werken. Je ziet hier ook op het schermpje, de tanks zitten weer vol. En hiernaast zie je een schermpje waarin je ziet hoe hard de brandstofcel aan het werken is. Nou, iets meer dan de helft nu van de 30 kilowatt die hij heeft. Dat is eigenlijk wel de enige informatie die je eraf kan halen. Het is ook mogelijk om te rijden alleen op de batterij of alleen op waterstof als je dat wilt. Ik heb de Master H2 even stilgezet om een kijkje te nemen in de laadruimte. Nou ja, je ziet, ik kan hier
net staan. 1,80 meter hoogte is er. En dat komt, hier zitten natuurlijk de 6 waterstoftanks op het dak en ook de brandstofcel. Kan je voelen ook trouwens, want het is hier lekker warm. We hebben net gereden, dus alles is nog warm. Dus tijdens het rijden gebeurt er hier een heleboel. Je kan in deze laadruimte, die is 12 kuub groot, dus je kan er behoorlijk wat in kwijt. De laadvermogen is 1080 kilogram. Dus je kan voldoende meenemen, iets minder met de dieselmaster of misschien met de elektrische master. Als je hier een trekhaak zou willen, dan moet ik je teleurstellen. Er mag geen trailer aan, het trekkend vermogen is precies 0. Dus je hebt voldoende plek in de laadruimte. Je kan 400 kilometer ver rijden na een paar minuten tanken. Nou, waarom zou je deze H2 Master geen kans geven? Nou ja, je moet wel sparen, want hij is 2 keer zo duur als een Master ZE en 4 keer zo duur als een Diesel Master. Er zijn 4 dealers in Nederland aangesteld waarmee je waar je de H2 Master kan laten servicen en die alles weten. Ook financiering is mogelijk, ook van een waterstof unit om te tanken. Kan allemaal geregeld worden via Hivia, dus laat je informeren. Ik ben bezig met de laatste meters, voor mij in ieder geval in deze H2 Master. Hoe rijdt die? Nou ja, eigenlijk precies hetzelfde als een Master ZE. Het is stil, je hoort een beetje het zoomen bij lage snelheden zoals nu. Om de voetgangers te waarschuwen dat er een emissievrij en ook een geluidsarm voertuig aankomt. Maar verder rijdt het uitstekend. Ik heb geen enkel verschil eigenlijk gemerkt met het rijden met de Master ZE. Dus ik ga weer terug naar de World Hydrogen Summit. En ik ga nog even een rondje lopen over de beurs. Ik zeg dankjewel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. Geef een duimpje als je het leuk vond. Wil je meer vlogs zien? Abonneer je dan. Dat gaan deze mensen ook doen. Die gaan zich ook abonneren op het YouTube kanaal. En dan hoor je bij de meer dan 70.000 mensen die mijn vlogs en alle video's die we hebben op TTM TV zien. Ik ga je zien volgende keer. Hoi hoi.